2014, maar u had het al begrepen. Het is niet alleen een paardenjaar. Kleurt oranje, CD&V, dus conclusie. 2014 wordt het jaar van onze partij, het jaar van de CD&V. Wij zijn een partij van alle 6 miljoen Vlamingen. Want zeg nu zelf, wie heeft er BAV gesplitst? Wie realiseerde de zesde staatshervorming? Wie bracht de begroting op orde? Wie gaf duizenden mensen toegang tot betere zorg? En wie heeft het spaargeld van de mensen gered? Dat, beste vrienden en vriendinnen, zijn wij. Dat is de CD&V. En ik zeg hier heel duidelijk dat wij niet in een Vlaamse of een federale regering stappen wanneer die loonkloof niet is gedicht tegen uiterlijk 2018. Dat, beste vrienden, dat is het werk waar het echt om te doen is. Dat is echt het verschil maken. Geen geroep en getier, geen nummertje voor de tribune en om het in het Antwerps te zeggen, geen zever. Gewoon hard werken. Voor ons is sociale versterking geen tactische zet, maar wel een diepe overtuiging. Daarom is een keuze voor de CD&V de enige juiste keuze. We hebben de juiste antwoorden in beslissende tijden. We zetten een koers, een heel duidelijke koers, naar die nieuwe welvaart. Vlaanderen, beste vrienden, zal in de toekomst een budget hebben van 38 miljard euro. En het federale 31 miljard met uitzondering van de sociale zekerheid. Je zou voor minder goesting hebben om opnieuw minister-president te worden voor 5 jaar. En wij stimuleren de economie en wij versterken het sociale. En daarvoor hebben we een krachtig plan dat we aan alle Vlamingen en Brusselaars zullen voorleggen. En daarin staat, om toch al een tipje van de sluier te lichten, daarin staat bijvoorbeeld dat we absoluut verder doorgaan met het investeren. Dat we een investeringsplan hebben om van om en bij de 2,7 miljard euro extra om te investeren in economie, in innovatie, in scholen, in zorg, in mobiliteit en schoner leefmilieu. En wij willen bijvoorbeeld het gedeelte van het inkomen waar geen belasting op zit, verhogen. En dat betekent heel concreet dat er netto 700 euro meer per jaar zal bijkomen. Dat is waar onze partij voor gaat. Dat is wat in dat sociaal-economisch plan zeer nadrukkelijk is opgenomen. Dat zijn onze positieve keuzes. Jobs, sociale bescherming en onderwijs op topniveau. Dit is economische groei zonder sociale afbraak. Nee. Dit gaat over de volgende 5 jaar. De toekomst van Vlaanderen hangt daarvan af. 5 jaar die we moeten invullen met duidelijke, duurzame en doelgerichte keuzes. Daar gaat het over. Dit wordt inderdaad het jaar van de doeners. Dit wordt inderdaad het jaar van de CD&V. Samen bouwen aan een nieuwe welvaart. Samen maken we dat waar. We hebben de ervaring. We zijn in vorm en we kunnen het. En het is voor mij een zeer groot plezier en een zeer groot genoegen om met al die lijsttrekkers en met al die kandidaten ervoor te zorgen dat 25 mei effectief een oranje keerpunt is en een schitterend resultaat gaat neerzetten. En daarom ben ik heel blij en zou ik heel graag alle lijsttrekkers hier op het podium vragen en een dik applaus voor al diegenen die het gaan doen samen met u. Dank u wel. APPLAUS